Wereldvrijwilligersdag wordt elk jaar gevierd op 7 april. Ruim 2,5 miljoen personen uit meer dan 93 landen doen vrijwilligerswerk ten behoeve van mens en planeet. Stichting Surikorps, de vrijwilligersorganisatie van Suriname, heeft deze dag gisteren herdacht. Het gezamenlijke thema voor de regio dit jaar is Connecting Communities. In het kader van deze dag heeft Surikorps het project Blood Donations Awareness Campaign Sunny Point uitgevoerd. Humphrey Dundas, voorzitter van Surikorps, zegt dat voor Sunny Point is gekozen om de jongeren uit die omgeving bewust te maken van het belang van het geven van bloed. We zijn als organisatie heel blij dus dat jullie als vrijwilligers van Surikorps ook bereid zijn om de stap te nemen. Het is een heel bijzondere stap. We weten allemaal in Suriname dus dat er een schrijnend tekort is aan bloed als het gaat dus om operaties en al dat soort van zaken. Dus dat er een bloedtekort is. En wij proberen dus via Doing Good, GDD, om invulling hieraan te geven. We weten dus dat we het niet helemaal, of dat we met dit project het niet helemaal gaan ledigen, maar we proberen dus hiermee wel een awareness aanzet te geven aan de Surinaamse samenleving, aan de gemeenschappen, om bloed te doneren, om je medemens zo te helpen. Dunda zegt dat 5 personen zich gisteren hebben opgegeven als donor. Volgens Eleanor King, vertegenwoordiger van het Surinaamse Rode Kruis, is het bloeddonorschap niet verplicht. Het Rode Kruis is wel voorzichtig met welk bloed wordt aangeboden, benadrukt King. Wat we moeten heel voorzichtig zijn met wat we aan onze patiënten. Dus bloed is eigenlijk bijna net goud, is kostbaar. Toch? En als we mensen bloed geven, moet het echt gezond bloed zijn. Dus we zijn heel voorzichtig wanneer we de mensen, of niet voorzichtig, maar we onderzoeken alles voordat we zeggen ja, je mag bloed geven. Wat we in het verleden hebben gedaan bij de projecten die het Rode Kruis doet in gemeenschappen, is ook dat stukje van ons, we promoten ons heel programma. Het hele holistische gedeelte, we zijn er voor de kwetsbaren, maar we kijken ook van, is die gemeenschap ready? Nu op dit moment hebben we een dependance in Nikeri, omdat dat zodanig is gegroeid dat we bijna 600 tot 800 donoren hebben. En op een gegeven moment, we gaan dus elke maand. Maar nu zijn we zo ver dat we gewoon wekelijks daar aanwezig zullen zijn. Er staat een dependance daar. En zo gaan we dus nu naar Groningen. Een tijdje ging ook naar Kommerwijnen, maar de bedoeling en ook in Wanica. Dus zodra we voldoende mensen hebben die willing zijn om bloed te geven, zullen we daar zijn. Dat was Eleanor King, vertegenwoordiger van het Surinaamse Rode Kruis. Ze sprak gisteren bij de herdenking van Wereldvrijwilligersdag.